Op de Urene Wüstbaan in Tilburg zijn de Nederlandse kampioenschappen voor junioren gehouden. Op de 500 meter voor A-junioren hebben de Venneleden dit kampioenschap goed afgesloten. Thomas van Dijk, we hebben net jouw rit gefilmd. 38-30. Ben je zelf tevreden over dat resultaat? Ja, na mijn vorige seizoen zit er echt flinke verbetering alweer. Ik zit nu weer een beetje op het niveau van eind vorig jaar. Dus dat is mooi. En ik heb er harder dan gisteren. Dus dat is ook mooi meegenomen. Niveau van vorig jaar, dat wil zeggen dat je een ernstige terugval gehad hebt. Ja, dat klopt. Want aan het eind van de zomer hebben we hard getraind. Ja, en ik heb een beetje te gek gedaan. En toen ben ik geleidelijk aan echt overtraind geraakt. En ik heb de eerste helft van het winterseizoen echt ben ik bezig geweest met gewoon een beetje stoppen met trainen. 3-4 keer in de week met trainen nou terug. Ja, nou geleidelijk aan ben ik weer harder gaan rijden. Dus dat is eigenlijk het verhaal van de zomer. Overtraind geraakt wilde zeggen dat je je dan niet aan het trainingsschema houdt. En hoe streng zijn die schema's? Ja, aan het eind van de zomer trainen, je traint een blok van 4 weken. En dan is 3 weken er eigenlijk op en dan heb je 1 herstelweek. Ja, in de 3 weken voor de herstelweek trainen we aan het eind van de zomer tot wel 9 keer per week. Ja, en dat is langzaamaan is het een beetje te gek te worden. Ik kon niet genoeg herstel in de herstelweek. En toen bleef je die trainingsintensiteit maar opbouwen. Ja, en dat heeft me eigenlijk een beetje kapot gemaakt. Dus ja, dat was eigenlijk het foutje wat in de schema's was. Ik heb het niet helemaal goed verteerd, maar ja, dat hoort erbij als je echt op het limiet traint. Nou, het seizoen zit er bijna op, hè, met dit NK. Afstanden. Wat kom je nog tegen dit jaar? Ja, ik kom volgende week moet ik naar Groningen. Dan heb ik landselectie voor NK Sprint. Ja, zoals het eruit ziet, dan ben ik, sta ik in begin maart op het Nederlands kampioenschap Sprint in Enschede. Oké, en dat zijn dan echt de laatste wedstrijden voor dit jaar? Ja, de laatste echt belangrijke wedstrijden. Daarna heb je nog wel een aantal slotwedstrijden en andere kleine dingetjes. Maar dat is eigenlijk de laatste grote wedstrijd van het seizoen. Het totaalresultaat van gisteren en van vandaag. Op welke plaats brengt jou bij dit NK? Volgens mij sta ik nou 6e. Oké. Nou, in elk geval, wij hebben genoten van jouw rit. En heel veel succes voor de toekomst, Thomas. Dank u. Daidai, vandaag was het Nederlands kampioenschap junioren, de tweede rit, moet ik zeggen. Ja. Wat ben je geworden overal? Ik ben tweede geworden, na toch wel een matige eerste dag. En dat ik vandaag wel mijn revanche heb kunnen pakken, maar dat ik wel gewoon gisteren een te groot gat heb gelaten. Waardoor ik nou niet op het podium, of in ieder geval niet op de hoogste treden sta. En dat is wel zuur, alleen wel een kleine revanche dat ik vandaag toch wel mijn groot concurrent heb kunnen verslaan. 500 meter, één brok explosie, je doet er 36 seconden over. Waar ging het gisteren mis in die 36 seconden? Nou, ik reed gisteren 37-3 en ik was niet helemaal scherp. En ik denk dat ik gewoon niet mijn niveau haalde, omdat ik gewoon niet gebrand was zoals ik vandaag wel was. En ik ben gewoon normaal, moet ik het echt van mijn felheid hebben en dat ik scherp ben. En dat liet ik gisteren gewoon liggen. De start, de eerste 100 meter, was onder de 10 seconden vandaag. Ja, klopt. Ja, dat heb ik al een paar keer eerder gedaan en het blijft leuk, maar ik heb ook 2 keer 9-8 geopend en het was vandaag ging het ook wel goed. En ik hoop gewoon dat ik daar ook volgend seizoen weer op kan bouwen en gewoon dat nog harder allemaal kan, ook het rondje. En zeker. Ah, je behoort in elk geval tot de top van de junioren. Ja. Die stap naar de senioren, is die groot? Nou, dat is nog wel een gaatje, zeker. En ik moet zeggen dat ik dit seizoen wel echt pas voor het eerst
gewoon echt alles voor gelaten heb en ernaar leef. En dat ook wel zijn vrucht heeft afgeworpen. Maar ik hoop gewoon volgend seizoen nog meer, nog grotere stappen te zetten. Of in ieder geval conditioneel en technisch gewoon nog een stuk te groeien. Waardoor ik gewoon de laatste stap naar de Nederlandse top en wereldtop hoop te maken. Ja, zou heel gaaf zijn. Ja, je dromen mag altijd. Je bent al goed op weg, want je zit al in de selectie van Icekate. De opleidingsploeg van beslist.nl. Ja. Bevalt het daar? Ja, zeker. Ik ben heel goed opgevangen. Ik ben sinds april daar gewoon gaan wonen en ben ik op mezelf gaan wonen. En het was wel wennen natuurlijk, maar ik moet zeggen dat ik er nul spijt van heb gehad. En dat ik gewoon, het gewoon geweldig vind om er gewoon helemaal voor te gaan, helemaal voor te leven. En dat het gewoon, het is wel gewoon een droom die ik probeer waar te maken om gewoon toch ooit wel in de spelen te halen. En dat, maar ja, goed, je bent er niet zo ver. Wanneer denk je die echte grote overstap te kunnen gaan maken? Naar de Olympische Spelen? Nee, naar het senioren schaatsen, naar de echte, dat de echt daar op de nationale tv zien. Nou, ik heb het OKT gereden, Olympisch kwalificatietoernooi, en ik heb het NK gereden. Dat was ook op tv en dat vond ik wel, was ook wel heel gaaf om mee te maken. En ik hoop volgend seizoen dat ook gewoon weer te rijden, die wedstrijden. En dat vond ik dus wel een hele gave ervaring om met een vol T-half te schaatsen. En, daar gewoon het beste uit jezelf te halen. Okay. Daar een hele goede toekomst. En proficiat met de resultaten van vandaag en gisteren natuurlijk. Ja, bedankt. Oké. Okay. Dit zijn de Nederlands kampioen N2 en 3 van de 500 meter junioren A.